allemaal hier aanwezig bent, Tasty Comedy, het concept is eigenlijk al uitgelegd. U zegt de laatste tijd dat je speelt meer dat comedy hier in Nederland vooral echt een populariteitsslag aan het maken is weer. Het is altijd al populair geweest, maar meer in de underground. En nu brengen we dus naar de bovenground en wel heel erg boven de zee zelf. Boven zeeniveau hier op de tweede verdieping van de pier. Het is de bedoeling dat we hier echt topnamen voor u gaan presenteren uit de Nederlandse comedy scene en ook uit de internationale comedy scene. En ik ben ervan overtuigd dat dit concept iets wordt waar we in Nederland met z'n allen trots op mogen zijn. Waar we mensen zullen krijgen vanuit alle uithoeken van Nederland om hier naartoe te komen. Want dat hebben we gemerkt. De heren die hier achter staan, die hebben dat bewezen met de eerdere concepten. Dat ze, zij met Balazzo of met andere producties, altijd wel iedereen hier enthousiast zou kunnen maken. En ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag staan en mag helpen meedenken over hoe we dit gaan invullen, welke comedians allemaal te zien zullen zijn en hoe dat gaan aankleden. Ik kan u ervan verzekeren dat het heel voorzichtig gedaan zal worden. Want natuurlijk eten en lachen samen, u weet, het is niet altijd een ideale combinatie. Maar we hebben genoeg apparatuur hier om mensen weer bij te brengen. Er komt een speciale medische post onderin voor reanimatie. Dus je hoeft zich geen zorgen te maken. Ik ga hier niet komen, want dadelijk stik ik in kip. U krijgt kip, Ramon en ik. Ja, ik krijg kip sowieso. Het wordt gewoon vooral heel erg genieten. Ik ben van huis uit de Bourgondier. En voor mij is er niets mooier dan genieten van een mooie maaltijd met een lekker glas wijn erbij. En als je dan ook nog een paar comedians hebt die entertainen, dan krijg je toch wel een beetje het gevoel van wat de oude Romeinen kregen, die dan zo een kort jester zo'n hof naar Adrie voor optrad. Terwijl ze lekker zichzelf laafden met prachtige wijnen en heerlijke spijzen. En dat gaat het hier ook worden. Dus het wordt hier echt helemaal in de watten gelegd. Het wordt de place to be. En ik heb al een paar namen van comedians die in de eerste periode optreden. Ik zie twee van ze al hier staan zelf. En dat doet me heel leuk dat we hier het gered hebben. Jongens, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Tom Slichting en Harry Glosbach, dat zijn twee van onze comedians die hier vast zullen meedoen. Maar Howard Komper is er ook bij. We hebben Anwar de comedian. Dat is, ik weet niet of jullie Anwar kennen, is een hele korte Marokkaan. Dus niet echt gevaarlijk. En ik mag zelf ook een paar avonden presenteren hier, dus ik zal er ook bij zijn. Kortom, het wordt echt een ding dat u als Nederlander niet wil missen. En ik hoop van harte dat we elkaar hier vaker zullen tegenkomen. Want ook het eten zal natuurlijk veranderen. Ja, maar dan gaan die elke dag hetzelfde menu doen, neem ik aan. Nee, het wordt regelmatig veranderd. Want ik heb mensen die echt elke dag gaan willen komen. Nee, ik kan niet elke dag hetzelfde eten. Maar dat gaat goed komen, toch? Ja? Nee. Vooral geen zorgen maken. Dus even het eten is goed geregeld, de comedy dat zorgt ervoor dat het goed komt. Dus eigenlijk heeft je geen reden om niet te komen. En als je het echt helemaal rug vindt zo'n avond, hebben we nog altijd een bungee. Ik zou zeggen, spring lekker zonder touw de zee in. Want het kan ons geen worst geven, omdat wij weten dat we gewoon goede kwaliteit gaan leveren, goede comedy gaan leveren en lekker eten. En eigenlijk heb ik daar niet meer over te zeggen. Dan dat. Als u nog vragen heeft, mag u mij die zo meteen stellen. Maar ik geef graag een woord terug aan Ramon. Die...